Hello Lindbergh, welcome to London. In today's show we're going to watch The Curler Sisters. Goedenavond dames en heren, welkom vanaf Wimbledon in Engeland. Bent u natuurlijk Limburg in Londen. Hier veel broers en zussen actief. We hebben de Williams zusjes natuurlijk. De broertjes Murray, die doen mee in het herendubbel. Maar ook Limburg heeft zo zijn eigen sportieve zussen. Anouk en Maaike Kalers, vroeger echt top in de triathlon. Anouk is een andere kant uitgegaan, Maaike hoort er nog steeds bij. Zij komt op zondag in actie in de triathlon, wordt vooral gehouden in Hyde Park. Kim Langeslag zocht erop voor het moment supreme. Het is misschien wel het bekendste park van Londen, Hyde Park. Daar wordt de Olympische triathlon gehouden. Normaal liggen er allemaal mensen te luieren in de zon, maar nu is het park van de atleten. Onder andere voor Maaike Kalers, de triatlete. Haar zusje, haar tweelingzus Anouk, die doet niet mee. Maar wie is nou wie? Ik ben Maaike. Nee, ik ben Maaike. Ik ben Anouk. Nee, ik ben Anouk. Ik ga naar de Olympische Spelen. En ik ga naar de Olympische Spelen. Ik ben Maaike. En ik ben Anouk. De zusjes Kalers waren tijdens hun carrière onafscheidelijk. Vaak kwamen ze als eerste en tweede over de finish. De nieuwe Nederlands kampioen, ook al bij de meisjes 16. Zoals hier tijdens het NK 5 jaar geleden. Een unieke prestatie. Goed dames, van harte proficiat met de dubbelslag. Dat zag er goed uit. Ja, natuurlijk ben ik wel blij dat Anouk tweede is geworden. Maar door de vele blessures is Anouk gestopt en gaat ze haar zus morgen aanmoedigen. Er zijn meer voorbeelden van bijzondere duo's op de Olympische Spelen. Bijvoorbeeld op Wimbledon. De broers Andy en Jamie Murray. Venus en Serena Williams. William en Harry. Kate en what's the one? Oh, Pippa. The one with the curves. Yeah. De Kaler sisters zijn er wel een tweeling, maar er zijn volgens de zussen zelf toch duidelijke verschillen. Als ik nou zeg eigenwijs, wie is dan het meest eigenwijs van jullie? Anouk. Nee, ik denk Maaike. Ruzie. Anouk. Ja, Anouk. Nee, Maaike. Nee, zo, de gestuurd zat niet eens hier zeg. Ik vergis het. 2 weken geleden had de Weertse een goede generale en werd ze tweede in de wereldbekerwedstrijd in Hongarije. Anna-Maria Mazzetti, Rebecca Robisch of Germany en Maaike Kalers of Holland. Running shoulder to shoulder for gold were Ashley Gentle and Maaike Kalers. The gold would come down to a sprint in the last moments of the race as Ashley Gentle put in a powerful surge that was more than Kalers could handle. The silver was the first World Cup medal for Kalers and a strong performance leading up to the Olympic Games. I had a tough season last year. I had a lot of issues. So yeah, it's good to be back. Yeah. Haar tweede plaats was vooral een bevestiging van haar goede vorm. Kalers had een zwaar jaar. Ze overwon de ziekte van Pfeiffer en is op dit moment sterker dan ooit. Vorig jaar werd ik van het ene op het andere getriggerd door ziektes. En dat was niet prettig, maar ook, ook daar leer je mee omgaan. En daar kom je eigenlijk alleen maar sterker uit. Maar het is niet gemakkelijk. Nee. En dus zijn de giebelende zussen samen in Londen. De een kan naar hartelust een middagje shoppen. En de ander heeft haar bedje staan in het Olympisch dorp, waar de onzekerheid soms wel eens toeslaat. Ja, het voelt ook wel een beetje onzeker en nieuw. Maar tegelijkertijd ook wel, ik mag er toch starten. Ik bedoel, er zit toch wel iets in, anders dan had ik het sowieso niet gehaald. Morgen richt Maaike zich volledig op haar race en daarna gewoon weer lekker kissenbissen met je zus. Vriendje. Maaike.
Het ligt eraan hoe dat je vriendje interpreteert. Als vast vriendje, ja, dat hebben we allebei niet. Ik ben wel meer van de langere termijn en Anouk is soms wat eerder van de kortere. Of ja, die heeft er eigenlijk nog geen gevonden ooit. Maar ik op het moment ook niet te waren. Dus de prins op het witte paard, daar zijn we nog allebei op zoek. Ja. We gaan naar Ashford, want daar is, terwijl ik de AB in ontvangst neem, thank you very much. Daar is de Limburg Lounge ondertussen helemaal in een Limburgs fort, een Limburgs bastion veranderd. U kijkt ernaar, wij eten aardbeien. Het is even na 7 uur in de ochtend als dit al ligt te pruttelen in de keuken. Een forse vis, ontbijt in Engelse stijl. En het aroma heeft om 7:15 dan ook al de lobby bereikt. Smoked haddock. Inderdaad, smoked haddock, de boosdoener. En het is dan ook even wennen met het ontbijt voor de Limburgse enclave in het Koninkbrug Hotel. Mushrooms on toast. Maybe some blueberry pancake. A fried egg, please. Okay. Want in het traditionele Engelse ontbijt kunnen natuurlijk niet ontbreken de sausages, de worstjes, de gefrituurde boterham, de eieren en de bonen. Nee, dan moest ik me niet op de vorige morgen met de hak komen. Maar voor de late thuiskomers is het een prima start van de dag. De schoonvader van Peter Hellebrand bijvoorbeeld maakt lange dagen en hij kan een stevige bodem goed gebruiken. Do you want any sauce at all tomorrow? Ik ben normaal niet zo'n ochtendeter, maar we zijn ook wel later opgestaan, dus dat vond ik niet. Nee, is wel lekker. Ik heb voor mij al 2 jaar geen bruine bonen meer gegeten. En waar Peter dus eet in het Olympisch dorp, duikt zijn familie in de Engelse traditie in het Koninkbrug Hotel. Want er is een worstloze versie van het Engelse ontbijt. Maar ook dat is een flinke portie. Ja, een vegetarisch Engels ontbijt inderdaad. Ja. En hoe was het? Ja, heel lekker, maar ook ontzettend veel. Ik kreeg het ook niet op. Nee. En datzelfde lot treft de blueberry pancakes. En dat ik te veel gehad. En terwijl de serveersters het druk hebben met de fried eggs en de sausages, hebben ze deze dagen ook nog een andere belangrijke taak. I'm going to be on the radio. It's going to be great. En dan vertel ze over. I don't know. I'm going to talk about the weather. Yeah, and in the tradition of Thai sailor, we have a saying every day, which today is. On Olympic day 7, expect tears from heaven. Ja, het ziet er dus niet goed uit. Iedere ochtend is de Limburgse enclave 3 keer live te horen in het ochtendprogramma van L1 Radio. Na de LS Grote had hij 4 negens en daarna schiet hij ongelooflijk uit. 49 keer een 10. Dus dat is eigenlijk niet te vullen. En als de radio-uitzending dan is afgelopen en de stof van het ontbijt is opgetrokken, mogen we concluderen dat er toch vooral lege borden zijn. I think they're liking it. A lot of empty plates going back into the kitchen. En dus past het Engels ontbijt prima in de Limburgse culinaire traditie. I'm dying for these jokes. We're gonna have a good laugh. Let's get going. Just married couple. They have their first wedding night. It's a very passionate night, fire and love. And in the morning, the groom says to his bride, I have a confession to make to you. Oh, yes, she says, what's the problem? He said, I'm totally 150% completely colorblind. Oh, she says, is that all? Then I have a confession to make too to you. Oh, yes, he said, what is it? No, she says, I'm not from Glasgow, I'm from Ghana. That England, the English people will actually like very much, yeah. Not racist entirely, but yeah, unfortunately there are jokes with, you know, along that line a little bit. So yeah, I think that will go down okay in England. Hey, bye-bye! Ja, en tot zover. Janet fileert iedere dag onze Limburgse grappen. Soms wel succesvol, soms wat minder. Passen ze niet zo goed bij de Britse humor. We gaan nog een beetje weer door. Limburg in Londen van komende maandag heeft Theo Joosten, die kent u, van Rowan Heijzen. Dan speelt hij op de gitaar. Hier in Londen houdt hij van het wielrennen, maar komt hij ook muzikaal aan zijn trekken. Want Hyde Park is een officieel Olympische plek met allemaal bandjes. Maandag dus. I hope you enjoyed the show.
and lots of love from London. Bye! Je had verteld over je outfit, Peo. Ja, je, ja. Je pakjes. Je weet natuurlijk dat wij, nou ja, iedereen weet natuurlijk dat wij ons Rouwenezen wielerpakje hebben. Dus we zien ook met z'n vijf in ons Rouwenezen pakje hier door Londen gefietst. En al die Nederlanders die dat zorgen, die, ja goed, dat was hartstikke leuk, leuke reacties. Hey, samen met Cycling, hè? Go for gold.